Dames en heren, namens de hele Van Wezel-bemanning wil ik u graag in aansluiting op de woorden van Ferdinand Eefsting van harte welkom heten bij deze bijeenkomst. En het freut ons ook zeer dat we heute middag einige, die daarvoor zijn, zeer treue Kunden aus Deutschland begrüßen dürfen. Omdat ik weet dat ze die Holländische spraken door den Einfluss des Niederländischen Fernsehens en natuurlijk ook door het contact met Van Wezel zo ongeveer verstehen kunnen, ben ik zo vrij in mijn moedersprache weiter te reden. Toen we op de 15 oktober 1984 onze zelfstandigheid terugkregen, dames en heren, realiseerden wij ons dat de jaren van meelopen in een bepaalde concernstrategie voorbij waren. Dat was een strategie waarbij aan het Van Wezelbedrijf een zeer gespecialiseerde functie was toegedacht. Bijzonder vervoer en zwaar vervoer, kraanverhuur en montage, waarvan dan een bevruchtende werking moest uitgaan naar andere aan dat concern verbonden ondernemingen en omgekeerd. Wij wilden, en dat bewijst de bijeenkomst van vanmiddag, doorgaan op de terreinen waar we goed in zijn, namelijk vervoeren, hijsen en monteren als een all-in pakket. Maar wij kennen ook de conjuncturele gevaren van dat pakket. Het gaat bij onze specialisatie, weermaal, voor 80% om opdrachten in de eenmalige sfeer en om opdrachten die waar meestal kostbare investeringen mee gemoeid gaan. Wij zijn toen teruggekeerd naar de bedrijfsformule van voor de mammoetperiode. Een formule die wij simpelweg zouden willen noemen een optimale dienstverlening aan onze klanten, waarbij we een zo compleet mogelijk pakket van diensten willen kunnen aanbieden. Aan onze activiteiten van voor de verzelfstandiging, namelijk bijzonder vervoer, verhuur van mobiele kranen en intern transport en montage, zijn thans toegevoegd internationaal wegvervoer met open en gesloten en volumemateriaal, vooral op Italië, Zuid-Duitsland, Frankrijk en Engeland, snel- en expresvervoer door heel Europa, ons video-inspectiesysteem, de kraanservice aan de bouw- en aannemersbedrijven, een markt die wij vroeger met alleen de blik op de industrie bepaald hebben verwaarloosd, en tenslotte twee brandnieuwe activiteiten, namelijk de verkoop en verhuur van 20 en 40 voets containers en het verzorgen van uw luchtvracht in nauwe samenwerking met Müller Air Freight uit Amsterdam. Deze uitbreiding van activiteiten vraagt nogal wat van een organisatie. En staat u mij dan ook toe om mij even tot onze eigen medewerkers te wennen. Mensen, wat jullie de afgelopen jaren hebben gepresteerd is ongelooflijk. We hebben ons met z'n allen tot doel gesteld deze onderneming een hecht fundament te geven, onze markten uit te breiden, ons materieel te vernieuwen. Daarvan staat hier het sluitstuk van een hele lange en zware opgave. Vooral door jullie inzet en het vertrouwen dat jullie bij onze klanten wisten te behouden of te winnen, kunnen we vandaag even met z'n allen trots om ons heen kijken. Dames en heren, toen ik anderhalf jaar geleden in onderhandeling was met een groot ingenieursbureau, Bertje in Den Haag, slaakte ik onder de druk van mijn tegenspeler een zucht. Maar wij mogen toch nog wel iets verdienen. En het antwoord was, verdienen meneer Van Wezel, kraanverhuur is toch een hobby. En als je om je heen kijkt, zou je dat ook bijna zeggen. Er zijn maar een paar bedrijven in ons land op dezelfde wijze met kranen begonnen, namelijk als verlengstuk van een transportactiviteit, van horizontaal naar verticaal handelen van goederen. De rest is, vergeeft u het mij, ontstaan uit de sector van de oud-ijzer- en wrakkenhandel. Het is om die reden dat wij een van de initiatiefnemers zijn van de Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf. In die branche is het broodnodig de hooggekwalificeerde bedrijven op het gebied van veiligheid, opgeleide en gediplomeerde machinisten, een betrouwbare en eerlijke boekhouding, gekeurde en gecertificeerde hulpgereedschappen en kranen te onderscheiden van beunhazen en zwartwerkers. Kraanverhuur is natuurlijk geen hobbyisme. Het is een vak met strenge regels en eisen waaraan je moet willen voldoen en waarvoor vakmanschap noodzakelijk is. Vakmanschap en goed materieel, en daarmee komen we op deze bijeenkomst, dames en heren, vakmanschap en het modernste materieel dat thans op de kranenmarkt te vinden is, ziet u vanaf heden bij ons bedrijf. En u wordt beleefd verzocht er niet alleen naar te kijken, maar om het ook voor ons te huren. Want wanneer er een klus voor is, want zoals mijn opa al zei,
Wie heeft ze dicht voor de bronk? Dames en heren, ik wil er geen lang verhaal van maken. Ik hoop van harte dat wij het even droog zullen houden om u de gelegenheid te geven getuige te zijn van de officiële ingebruikname. Ik hoop dat het letterlijk en figuurlijk droog blijft, dat er geen tranen van mijn kleinzoon zullen vloeien zo. De Liebherr 170 ton telescoopkraan die hier staat, ik zal even reclame maken voor de leverancier, samen met de 70 tonner en de 100 tonner, behoren tot de allermodernste kranen die in de wereld op dit moment te koop zijn. Vanwege de laaghangende bewolking hebben wij alleen maar de standaardmast erop gezet. Maar onze medewerkers die zullen u graag vertellen in detail waar deze kranen toe in staat zijn. Ik zou u thans willen uitnodigen om te gaan kijken naar de jongste kraanmachinist van Nederland. Met een knipoog naar de stichting gecertificeerde kraanverhuurbedrijven. Want dat mag natuurlijk helemaal niet, hè. Maar even de andere kant uitkijken dan. En Pieter, we gaan nou even... Kijk eens wat een mooie! Zie je dat?